Ik ben onderweg naar het Friese Wiekel, waar ik in gesprek ga met Derma van Cabrita, producent van kindervoeding op basis van Nederlandse geitenmelk. Van baby's tot en met voeding voor peuters. Derma, welke voeding is nou eigenlijk het beste voor je baby? Borstvoeding is natuurlijk het allerbeste voor je kindje. Dat is helemaal op je kindje afgestemd en ook op de leeftijd van je kindje. De borstvoeding verandert gedurende de periode dat je borstvoeding geeft. Maar in sommige gevallen kun je geen borstvoeding geven en dan zijn er natuurlijk altijd goede alternatieven. Waarom is babyvoeding in de vorm van geitenmelk dan nog zo relatief onbekend? Nou, babyvoeding op basis van geitenmelk wordt nog niet zo heel lang verkocht in Nederland. Dat is eigenlijk pas sinds 2014 op de markt. Want wat is het verschil tussen geitenmelk en koemelk? Nou, het verschil zit eigenlijk met name in de eiwitstructuur, waardoor het echt als heel mild wordt ervaren. Misschien ook nog wel een belangrijke vraag, hoe smaakt het? Het smaakt niet zoals je zou verwachten naar typische geitenproducten. Maar ik heb wel wat meegenomen, dus als je het leuk vindt, dan kunnen we even wat proeven. Willeke is hier bezig met het verzorgen van de geitjes en zij is een van onze leveranciers. Willeke, leuk dat we zo bij je mogen kijken op de boerderij. Je hebt net de geitjes te eten gegeven. Wat eten ze nou eigenlijk? Nou, ze eten hier in de stal eten ze kalgras, dus gedroogd gras. En ze kunnen naar buiten om vers gras op te halen. Want gaan ze nou ook veel naar buiten toe op een dag? Ja, ze gaan best wel veel naar buiten op een dag. Alleen als het mooi weer is. Een geit houdt niet van regen of harde wind of te felle zon. Dus ze kiezen het echt uit hun momenten en dan gaan ze lekker naar buiten toe. Nou, interessant om zo te zien. We gaan je niet langer van je werk afhouden, want wij gingen net wat proeven. Ja, laten we even doen. Dankjewel. Daar zitten we dan. Ik heb even wat monsters klaargemaakt. Dit is geitenmelk en dit is koemelk. En dan kan je zelf even het verschil proeven. Nou, ik ben benieuwd. Waar beginnen we mee? Jij mag kiezen. Met de koemelk. Ja, dit kennen we allemaal. En dan nu de geitenmelk. Het valt me mee hoeveel verschillen tussen zitten. Ik vind niet dat het super anders smaakt of zo. Nee, eigenlijk is het redelijk gewoon mild, gelijk, zacht. Mild van smaak. En het ruikt ook lekker. Ik had een beetje de geur van geitenmelk verwacht. Nou, dat is gelukkig niet zo inderdaad. En dat komt door de manier waarop we het verwerken. Ja, en is dit nou echt pure geitenmelk of is er dan ook nog wat aan toegevoegd? Er zijn extra vitamines en mineralen aan toegevoegd. Omdat we moeten voldoen aan de wetgeving voor kindervoeding. En daarnaast zitten er nog een aantal prebiotica in en een aantal goede vetzuren. Ja, hoe maak je de melk eigenlijk klaar? Nou, dat is helemaal afhankelijk van de leeftijd van je kindje. Je moet goed de aanwijzingen op de verpakking volgen om de gezondheid van je kindje te waarborgen. Maar normaal gesproken kook je water, laat je dat afkoelen tot ongeveer lichaamstemperatuur, dus 37-40 graden. En vervolgens doe je daar de benodigde hoeveelheid schepjes aan poeder bij. En dan even schudden en even testen op je pols. En dan is het klaar. Is het nou ook geschikte melk als je allergisch bent voor koemelk? Nou, als je echt een bewezen koemelkallergie hebt, dan is dit niet een geschikt alternatief. Maar in het geval dat er wel een soort van discomfort is, dus je kindje heeft krampjes of wat obstipatie, dan kan dit een heel geschikt alternatief zijn. Worden er nog meer producten gemaakt van geitenmelk? Jazeker. Je kan bijvoorbeeld denken aan granenpapjes die je kan gaan geven als je kindje bijvoeding nodig heeft. En daarnaast hebben we nog maïsknabbels. Die heb ik ook even voor je klaargezet. Ja. Lekker, nog iets om te proeven. Daar houden we van. Heel lekker. Ja. Ik geniet hier nog even van, maar ben jij thuis benieuwd geworden of wil je meer informatie weten? Kijk dan nog even op de website.